Hallo, dames en heren, ook bij een nieuwe aflevering van Pokémon Shield Fire Only Challenge, Fire-type Only Challenge. En ziet eigenlijk klopt niet, het is niet alleen Fire-type Only. Het is namelijk, één van de twee types moet vuur zijn. Maar ja, goed, één van de twee types moet vuur zijn challenge klinkt toch een stuk minder tof dan Fire-type Only. Alleen vuurtype. We zijn in elk geval bij professor Magnolia aangekomen. Ik ben Steffi. Ik heb een pokers gekregen. Ik zal ondertussen eventjes. Ik heb even snel mijn computer opstart. Je weet hoe het gaat. De vorige aflevering was een beetje kort. En ik kan wel even uitleggen hoe dat komt. Dat is gewoon jammer, want kijk, mijn vrouw is gastouder aan huis, aan ons huis in dit geval. En het is wel gezellig hoor, lekker kinderen die niet van mij zijn over de vloer, vind ik altijd heerlijk. Hekkie. Goed, in elk geval vind ik altijd heerlijk. Maar dan ga ik altijd even boven, een beetje gamen, een beetje video's opnemen nu. Ik heb ook geen idee wat ze allemaal zeggen, maar nee, maakt niet uit. Oh ja, ik moet geëndorsed worden. Yes, thanks. Oh, we moeten eerst vechten volgens mij. Tuurlijk moeten we vechten. Nou goed, in elk geval, mijn vrouw is gastouder aan huis. Superleuk. Superleuk werk. Ik hou van kinderen als ze van mezelf zijn. En ik heb maar één kind, voor zover ik weet tenminste. Dus ik hou van één kind. Maakt niet uit. In elk geval. Ja, dus daar ga ik meestal boven gamen en zo dus ook gisteren. Of in elk geval de vorige aflevering. Dat was voor jullie niet gisteren, voor mij wel. En toen ben ik dus een beetje gaan gamen. En opeens heb ik geroepen van, hey Stefan, want zo heet ik natuurlijk een keer Stefan. Kan je even komen, want Manoa is mijn dochter, die slaapt niet meer 's middags. Maar ze moet wel even rusten, maar dat kon dus niet met die twee schreeuwende kinderen. Ik hou het netjes rustig, Stefan. Met twee schreeuwende kinderen onderheen. Dus toen moest ik even met haar op ons bed gaan liggen. En dan gaan we gewoon even lekker rusten. En ze mag voor mij altijd even Paw Patrol kijken. Ze is gek op Paw Patrol. Dus zodoende, dan moest ik even naar beneden. Alleen, nou ja goed, ik dacht dat het niet hoefde. Daarom dacht ik van, nou kan ik nog even een afleveringetje opnemen. Maar helaas was het tegendeel waar. Yo, rustig. Wil je zo graag verliezen dan? Ik maak je kont kapot. Maar goed, dus dat is jammer. Normaal ging ze altijd slapen. Dan had ik sowieso geen tijd om te gamen, want ze slaapt heel licht. Ze is altijd al een beetje een moeilijke slaper geweest. Maar goed, ze slaapt dan heel licht. En dan met mij gepraat maak ik haar wakker. Dat is logisch. Want kinderen worden wakker van pratende, stoere, sterke mannen. Auw, dat is zeer. Ik heb een blessure aan mijn elleboog gesport. Dat is echt heel vervelend. Maar ja, goed. Oké, hoe sterk is Hop geworden? Ik heb echt 0 extra geleveld. Dus ik ben benieuwd. Dus moet ik Litten ook even een keer gaan gebruiken. Want ik gebruik nu wel lekker Scorbunny. Maar Litten is wel... lit. Oké, laat maar. Critical, yeah. Ah, lekker geburnt. Fuck you, homo. Nee, ik vind het niet oké om homo als scheldwoord te gebruiken. Dat is een hele nare gewoonte van mij. En ik ben me ervan bewust dat ik het veel vaker doe dan dat ik zou willen. Wat ik zeg, dat is een hele nare gewoonte van mij waar ik echt van af moet. Zo simpel is het. Oké, ik ga Litten gebruiken. Gewoon omdat hij lekker shiny is. Kom op, shine, mijn vriend. Kijk dan, sick tits hoor. Ik ben echt zo tevreden met deze. En ik heb er gewoon 3. Ik heb echt kapotje lang ben ik bezig geweest om nummer 1 te krijgen. En toen had ik nummer 1.
Nee, ik ben echt heel lang. En toen had ik echt boksen vol met eieren. En toen had ik eigenlijk nummer 1. En echt, nou, toen heb ik de rest van de eieren, er waren nog iets van 200 of zo. Ik heb echt allemaal boksen zat vol met eieren. Die heb ik uitgebroed. Kwamen er nog 2 uit. Dus toen had ik er uiteindelijk 3. Maar ja, goed, waarschijnlijk tegen de tijd dat deze video online komt, heb ik ze al niet meer. Tenzij hij nu een waterpokémon heeft, dan wordt het wel echt zeer ongemakkelijk. Oh, roep je die natuurlijk. Kijk, wat een mooitje is het ook. Hotziek idee. Helemaal kapot. Nou, ik vind het toch altijd fijner om met iemand te praten. Ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk om... Kijk, mensen als... waar ik vroeger veel naar keek, zeg maar. Weet je, Frank van Dutch Place, hij heeft echt... Ja, zijn kanaal bestaat helaas niet meer. Maar hij heeft een Zelda Skyward Sword serie. Nou, die vond ik fantastisch. Hij is zo goed in zijn eentje. En dat vind ik echt, nou ja, bijzonder. Want Frank is gewoon echt een hele goede YouTuber. En dan heb je Glenn natuurlijk van vroeger Nienwezen, nu die Cube of wat is het nu? Ja, in elk geval, de Silly Squid show heeft hij volgens mij ook op Twitch. Dat maakt niet uit. Dat is ook gewoon een hele goede solo-artiest. Maar die gasten die kunnen lullen alsof hun leven ervan afhangt, weet je wel. En nou ja, Frank is gewoon informatief. Frank weet altijd heel veel over de games die hij speelt. En Glenn die doet gewoon zo'n gekke stemmetjes en een beetje leuk en... Ja, vind ik echt mooi. Ik vind dat echt, dat zijn 2 YouTubers. Ik denk van ja, die zijn echt goed. En er zijn nog wel veel meer mensen hoor. Ik wil ook geen mensen niet passeren of zo. Maar weet je, ik weet dat mijn sterke kant bij een co-op Let's Play ligt. En ja. Doed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 o
Hopelijk ga ik ooit nog weer eens een co-op let's playtje doen. Met Marcel, of met Ruud zelfs. Weet je, want dat heb ik laatst ook al met Ruud over gehad. Van, hey Ruud, zullen we even... Weet je, het is wat, misschien wel leuk om een keer weer wat met Ruud... Mensen, daar wil ik heen met dit verhaal. Mensen vragen nog steeds naar Ruud. Dat is echt bizar. Hoeveel mensen nog steeds vragen van... Hey, waar ga je een keer Mario doen met Ruud? Of gaan jullie ooit Diamond and Pearl afmaken? Nou, ik zal je eerlijk zeggen... die hele save-file van Diamond and Pearl hebben we al lang niet meer. Dus ja, dat gaat hem nu worden. Maar het zou wel iets zijn wat ik nog steeds zou willen afmaken, inderdaad. Maar ja, dat wordt hem sowieso niet, denk ik. En wat mensen ook nog wel eens vragen, is één iemand die vraagt altijd naar de Link's Awakening met Harm. Link to the Past met Harm. Maar dat is ook leuk, dat is een van mijn, dat is denk ik mijn favoriete Zelda game. Ever. Ja nee, dat is gewoon, die Zelda game vind ik gewoon echt fantastisch. Link's Awakening, of Link to the Past, Link's Awakening vond ik niks. Weet je, ook de remake niet, had ik niks mee. Ik heb geen idee waar ik nu heen moet, maar... Oh, ik kan wel even dit doen. Yo. Connect to the internet, please. Misschien kunnen we even een raidje doen, zou wel grappig zijn. Zo, ik rochel even een kotsbak in mijn bek, jongen, dat wil je niet weten. Ik heb een beetje slijm in mijn keel, daar ben ik vanochtend mee wakker. Een beetje slijm in mijn keel. Hop, sodemiet erop, ik weet hoe dat moet, please. Oké. Ik ga het proberen, ja? Maar goed, ik heb een beetje slijm in mijn keel, dat begint nu een beetje eindelijk los te komen, heb ik wel vaker hoor. Ah, ga weg, roepje die. Oeh, dat is een speciaal. Daar krijg je watts voor als je die killt. Dus dat wil ik wel even doen. Want we moeten wel watts hebben. We gaan ook wel raidjes doen en zo. Fight. Embor. Oeh, dat doet echt bijzonder weinig. Maar ja, goed. Scorbunny is natuurlijk nog niet zo heel erg... EV trained. Hoe kan ik dat nog even zo doen? Hoe zeg ik dat na deze aflevering? Even stiekem een soort zetten. Even wat calciums geven en zo. Dat zou misschien nog wel even heel slim zijn. Maar tegen niemand zeggen dan.
Dan moet ik eigenlijk nu niet meer Pokémon gaan verslaan de komende 5 minuten. Oké, okay, 140 watt, dat is wel mooi. Of ik doe gewoon even een andere bovenaan. Larvesta gaan we gebruiken. Tenminste, dat denk ik. Welke aanval heeft hij? Oké. Oh ja. Hey. Oh, hè? Heb ik niet op speed gemaxt? Oké, bijzonder. Ik weet sowieso niet wat voor type Incineroar is. Is die niet fighting? Voor mij is die fighting, hè? Als die fighting is, moet ik inderdaad even wat attack doen. Maar op zich, een beetje speed in Litten gooien is ook niet erg. Of in Litten in Scorbunny. Nou, ja, ik ga het zo even snel opzoeken. Waar moet ik eigenlijk heen? Laten we dat eens even checken. Ik moet even naar de map. Waarschijnlijk moet ik naar de Wild Area nu, of niet? Zit hier een gym misschien? Ik moet ook niet naar de Pokédex. Oh, is er nog een Mystery Gift? Get Mystery Gift. Via internet. Is er wat? No gift, jammer wel. Map. Town map hier ook. Oh ja, ik moet zo zien hierheen. Oh, ik moet dan naar de trein in Wedgehurst. Wedgehurst. Hé, hey, wat zit je te zwaaien? Maar wie zwaait ze? Maat, wat doe je allemaal? Wat? Hij is al half sneaking af te worden. Hé? Hij gaat er zitten zwaaien? De hele dag? Ja, ik zag net iemand naar de treinstation lopen. Ja hoor. Bah, een beetje deo is ook geen overbodige luxe, Steffi. We gaan even kijken of er hier nog wat itempies te halen valt. Wat heb jij te vertellen? Nope, niks. Geef me wat, please. Nope. Fuck jullie, ik kom jullie huis binnen. Geef dan op zijn minst wat spullen. Misschien zo. Ja, hop, zodenflikker. Oh, hop. Ja, gebruikt hij nu ook als een halve garen de hele dag zwaaien. Oh, kijk. Nou, daar heb ik dus helemaal geen moer aan, hè. Hé, hey, daar ligt een pokeball. Ik wou met die vrouw praten. Nope, geeft me ook niks. Een pokedol. Dat is wel leuk om te verkopen, pokedols. Ik ga eventjes mezelf omkleden. Tijd om te stylen. Even kijken, ik wil eerst een nieuwe hoodie. Oh, dit zijn broeken. Ik wil eigenlijk helemaal geen hoodie. Nee, ik wil eigenlijk even... Wacht even. Ik wil even eerst alles uittrekken. hoodie. Gewoon uit. Hoe doe je dat? Remove is X. Ja, ik kijk even hier op het scherm, want mijn... je hebt van die tv's, als je een switch hebt, dan moet je in je tv-instellingen 5% kleiner maken, dan past hij precies in het scherm. Maar voor de opname ding moet hij op 100% staan, anders past hij niet in dit scherm. Dus ik mis ongeveer zo'n stukje van mijn beeld onder en boven. Nou, dat is een goed verhaal. Wacht even, waar is het nou mee? Oh, hier. Oh, phew. Sick. Kijk hoor. Geil. Sowieso geen dom hoedje. Ik ben een nerd. Nope. Oké, hier gaan we eventjes op voortborduren. Kijken wat we kunnen vinden. Ah, ik ben ook echt zo'n stijl-icoon, jongens. Niet normaal dit. Even kijken, we gaan... Oh, geen jurkjes zijn beschikbaar. Willen we dan een broek en een shirt? Nee. We hoeven ook geen hoodie, denk ik, hè? Nee. Willen we handschoenen? Ja, nee, eigenlijk ook niet. Willen we een nieuwe kekke bril?
Ja, een roze. Zeker. Willen we nog een hoed? Ja, nee, ik ben echt een totale chappie, jongen. Of een roze baretje. Nee, ik was me te veel. 4000, doe normaal. Deze maar voor nu. Een rugzak. Nice. Nee, ik wil hem wel. Nee. Oké. De vraag is, moeten we... Of dat doen we goed? Ja. Nou, we gaan even later in een ander winkeltje kijken. Of dat wat... Of er een... schoenen. Ik heb ook nog nieuwe schoenen. Deze schoenen zijn lelijk. Zijn het kisten, man? Of gewoon blote voeten. Oh, dat zou vet zijn als je gewoon blote voeten kon. Ik wil geen flipflops in elk geval. Gewoon lekkere sneakers. Hebben ze dat gewoon niet? Nou, dan worden het geen schoenen. Maar mensen, ik ga jullie wel bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Pokémon Shield. En ik hoop jullie volgende keer weer te zien. Peace!